We gaan er terug naar Nicky. Want er wordt in aanloop naar de verkiezingen ook volop gegoogeld, hè, naar de lijsttrekkers zoals meneer Baudet. Mensen zijn natuurlijk benieuwd. Hè? Wie zijn ze? Waar staan ze voor? Is het slim voor mij om op ze te gaan stemmen of niet? Nou, Google die heeft voor ons, voor iedere lijsttrekker die bij ons te gast is, even uitgezocht. Wat zijn nou de meest gezochte vragen? En daar pikken we er een aantal uit. Bij Thierry Baudet is dat onder meer: waar woont Thierry Baudet? Ook zoeken veel mensen op hoe lang hij precies is. Iets anders dat veel mensen willen weten is: wat vindt Marcel Baudet van Thierry Baudet? En dat is zijn vader dus. En tot slot zijn ook veel mensen benieuwd naar de vraag: is Thierry Baudet antisemiet? Laten we even Het antwoord makkelijk... daarop is makkelijk. Dat ben ik namelijk absoluut niet. Goed, laten we eerst even beginnen met: waar woont Thierry? Dat is Amsterdam, hè? Ja. Ja. Hoe lang bent u? 1,85. Wat vindt Marcel Baudet, zijn vader, hij is pianist ook. Wat vindt u van... hoe is jullie contact? Heel goed, heel goed. Ja, ik ben al mijn hele leven heel close met mijn vader. We spreken elkaar regelmatig. We zien elkaar, zeker nu in de campagnetijd, heel weinig. Mm-hmm. Maar ik ben heel dol op mijn vader. Wordt je vader wel eens boos als je iets hebt gedaan waar hij het niet mee eens is? Of hij denkt, ja, was dat nou verstandig, jongen? Nou, jawel. Tuurlijk spreken we wel eens over dingen. Maar ons contact gaat niet alleen maar over mijn carrière of mijn werk. We hebben ook gewoon persoonlijk contact over het leven. Gelukkig. Vader-zoon-zaken. Ja. Ja. Dan de vraag, bent u antisemiet? U zei meteen, nou, dat is een makkelijke vraag voor mij. Hè? Dat ben absoluut ik niet. Integendeel, ik ben heel erg dol op het Joodse volk, op Israël, op... ik ben enorm onder de indruk van de enorme contributies van Joodse mensen aan onze samenleving. Snapt onze cultuur, u dat mensen ernaar googelen eigenlijk? Nou ja, het is natuurlijk een ritueel. Hè? Het is onderdeel van een ritueel van beschuldigingen die je krijgt als je iets anders wil. Dus nazi, fascist, racist, vrouwenhater, antisemiet, xenofoob, homofoob. Dat moet allemaal langskomen in ons politieke cultuurtje. En het doet mij heel veel verdriet, want er wordt mij dus aangepraat dat ik een hekel zou hebben. Of er wordt mij opgeplakt dat ik een hekel zou hebben aan mensen vanwege afkomst, geloof, seksuele voorkeur, geslacht. Maar dat wordt en dat niet is zomaar gewoon pertinent, dus absoluut niet waar. Recent die berichtjes waar het over is gegaan. Hè? Ja, maar dat is allemaal totaal out of context en met een hele kwaadaardige blik. En ik heb dat ook maar al meermaals gezegd. Wat is er out of context? Of, want u zegt, gooit het daar vaak op, hè? Context, ironie. Privé-sfeer. Wat is er out of context, ironie? Wat is ironisch aan rassen en IQ en daarover appen? En... Ik heb op geen enkele manier daar mijn mening over geventileerd. Ik vind daar ook helemaal niks van. We hebben toch een appje van u gelezen waarin u zegt... het gemiddelde IQ van een blank iemand is 100. Dit is allemaal, weet je, dit soort praatjes... waar ik voor sta is in Nederland... Het zijn niet mijn praatjes, het zijn uw praatjes. Nou, wat er gebeurt is een heel vilijn spel. Wat continu, het was al met Pim Fortuyn zo. Frits Bolkestein is het ook ten deel gevallen. Iedereen die de... Nou, hier was Fortuyn niet mee bezig, dat is een andere discussie. Nee, maar ik ook niet. Ik wil dat iedereen in Nederland... Wil je nou weten van mij wat ik vind? Of wil je gewoon de hele tijd zelf zeggen wat je denkt... op basis van roddelartikeltjes in de Elsevier en dit en dat? Die mensen zijn alleen maar bezig om hun eigen machtssysteem in stand te houden. En op het moment dat iemand komt en die zegt... iedereen in Nederland is welkom, die houdt van Nederland. Waar je ook vandaan komt, wat je afkomt ook is, dat is mijn visie. Ik beoordeel niemand of veroordeel niemand op afkomst, huidkleur. Maar ik wil wel een aantal dingen in de politiek openbreken. Dat partijkartel, dat zeker, moet weg. Dat begrijp ik. Er moeten een aantal dingen veranderen. Dan, wat er dan gebeurt, is dat politiek en journalistiek... hun machtssysteem gaan verdedigen door jou... labels op te plakken. En dan gaan ze overal graven of ze dingen out of context... die ooit eens een keer op een totaal andere manier bedoeld... Maar dit gaat toch om een appje van u dat we dan... Ja, dat zeg ik dus. Nee, maar dat is allemaal maar niet... Maar waarom altijd wijzen naar die media? Omdat waarom het gewoon niet... flauwekul is. Ik heb al 100.000 keer gezegd... ik neem afstand van alle vormen. Van racisme, van jodenhaat, van vrouwenhaat, van homohaat. Ik wil daar niets mee te maken. Wat je ook maar doet in je privéleven, waar je ook maar vandaan komt... iedereen is precies evenveel waard. En we moeten dit samen doen in dit land. Dus u heeft daar ook helemaal geen interesse voor. U praat ook helemaal niet over rassen in combinatie met IQ. Ik wil daar helemaal... Kijk, politiek, voor wat wij willen doen in Nederland... dat is stoppen met de ongecontroleerde immigratie. Want we kunnen het eenvoudigweg niet aan. We hebben...
enorme integratieproblemen, problemen met radicale islam en een aantal andere dingen. Maar we moeten hier met elkaar een nieuwe stip aan de horizon formuleren. En dat is wat mij betreft een stip. En dat ik denk dat wij ook daarin kunnen vinden. Nederland is voor ons allemaal, is de titel van dit boek, zag ik. Dat spreekt me zeer aan. Ja. En daar hoort ook bij dat je naar de zwarte bladzijde van het verleden kijkt. Dat zie ik ook in het boek. Maar het hoort ook bij dat je trots bent op bepaalde dingen in het verleden en de geschiedenis. Zeker. Dat moeten we allemaal ook in een soort van burgerschap met elkaar hebben. Maar even voor de duidelijkheid, u neemt dus afstand van die appjes. Daar neemt u afstand van? Ik neem afstand van elke vorm van racisme, van nazisme, van fascisme. En ik vind het bijzonder treurig dat het een soort obsessie lijkt te zijn van de journalistiek om de gevestigde macht daarin te verdedigen. De journalistiek is de waakhond geworden van het partijkartel. Nee, want er worden net zo goed over andere partijen ook. Nee, maar dit is gewoon niet waar. Die wordt maar dit opgeplakt. Nee, dit is niet waar. Ook consequenties voor mijn veiligheid. Als het gaat over GroenLinks, over Kautar die ze op een plek zetten op de lijst, is daar net zo goed ophef over. In ieder geval zeker in dit programma. Dus het is onterecht gezegd, nou, ik ben elke keer de gebeten hond. Dat is niet waar. Het is een ritueel in de Nederlandse samenleving. Al 25 jaar wordt het immigratie-integratiedebat gefrustreerd doordat de journalistiek en de gevestigde machten de nazi-kaart spelen. En dat moet nou een keer stoppen. Wij willen een open discussie over de aanpak van de immigratie, de Marrakesh-immigratiepact, hebben VVD en CDA getekend. We hebben 100.000 niet-westerse immigranten per jaar, heeft Rutte binnengehaald. Wij kunnen dat niet aan. Maar dat zegt helemaal niets over de mensen die hier zijn. We moeten het samen doen. En ik wil het ook samen doen. En ik merk, en dat vind ik heel mooi, dat ook steeds meer mensen met een migratieachtergrond onze partij weten te vinden. Want wij komen op voor ook die mensen. Ja, en u bent Forum dus is er ook voor hen. Precies.